bakken in de midscheeps, rattennesten in het vooruit. Toen hadden wij een kleine jongen als ketelbink bij ons aan boord, die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien had gehoord. Die van zijn moeder aan de kade wat schuchter lachend afscheid nam, omdat die haar niet durfde zoenen, die straatjongen uit Rotterdam. Hij werd gescholden door de stokers, omdat hij van de eerste dag dat wij maar net de pier uit waren, al zeeziek in het Foxley lag. En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht, want zieke zeelui zijn nadelig en brengen schade aan de vracht. Als hij dan sjouwend met zijn ketels van de kombuis naar voren kwam, dan was het net een stukje wanhoop, die straatjongen uit Rotterdam. En als hij s'avonds in zijn kooi lag en na het sjouwen eindelijk sliep, dan schold de man die wacht de kooi als. Ik denk dat dit de derde opdracht is. Ja. Toen is hij op een mooie morgen. Het was in de stille oceaan. En het is de bedoeling dat dat allemaal op het schip komt. Wat hier de Delft. Wat uiteindelijk, want wat denk je, wanneer zal dat klaar zijn? In mijn dromen.